Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Harry Potter Wakehouse Werkbal, waar wij proberen alle 105 kaarten te halen. De vorige aflevering is het ons eindelijk gelukt om die beukeruitdaging te completen, zodat wij 3 sterren kregen in ons laatste kaartje, voordat we de laatste match die we nu gaan doen tegen Gryffindor kunnen gaan completen. Ik hoop dat het gaat lukken, we gaan het zien. En dit was in ieder geval niet zo'n goed begin. We hebben wel combo's unlocked, dus daar gaan we maar eens eventjes naar kijken. Dit was een combo. Kijk hoe snel je ding daar van naar voren gaat als je combo's doet. Hoppatee, dan kan je mooie goals maken hoor. Kijk, dit is voor je snij fucking goed. Kijk, dit is een andere. Dit is honkbally. Want dit is fysiek mogelijk. Nou ja, het is magie dus. Magische poeder is waarschijnlijk aan het werk hier. Oh, dat liep. Ik wou zeggen, dat loopt niet, man. Maar dat loopt sowieso niet, man. Kijk, we hebben weer een team special move. Die kennen we nu wel, maar we moeten toch kijken. Bling. Bling. Nice. Okay. Wow, een combo hem ook, zagen jullie dat? Ah, kut. Ik wil te mooi scoren dan, maar ik vind het wel leuk om die combo's te doen. Ik wil te mooi. Maar die andere die waren zo simpel, die andere wins. Ik wil gewoon mooi winnen. Ah, dit is ook niet goed. Boom! Kijk, hoppatee. Een klein beetje snij dat ze hebben, dat is nu verpletterd. Angelique Jansen, die gaat eraan. Nu moeten we even dit doen. Kding. Lekker. Boom! Kijk hoe hard die snij dan gaat, joh. En kijk hoe weinig Harry straks heeft om de snij te vangen. Ah, ik had nog een team special move en nu kan ik niet doen dat ik gescoord had. Oké, Carlo. Hoppatee. Weer dezelfde. Je hebt 3 van dit soort. Oh nee, dit is niet dezelfde. Dat is nu boos. Teruggestuurd.
Nice, deze hebben we ook gewonnen. Nu zijn wij kampioen geworden. Kijk, Perky is er ook. Die geeft ons de cup. And to those of you who will be attending this year's Quidditch World Cup, have a wonderful time. And don't spend all your money on souvenirs. Lekker ring. 4 Quidditch cards gewonnen, lekker. Save and continue. Laten we zeker even zeven. Nice. Betekent dat we nu de Wereldcup mogen doen. Dat is zeer fijn. Kijk, nu mogen we een land uitkiezen. Engeland, USA, Japan. Duitsland, Frankrijk, Australië. Scandinavië, Spanje. Maar Bulgarije kunnen we nog niet doen. Want daar moeten we 65 cards voor hebben. En die hebben we nog niet. Dus Bulgarije kunnen we nog niet spelen. Scandinavië heeft een vet stadion. Frankrijk op zich ook wel. Japan ook wel. USA is best wel saai. Engeland is meh. Dat is in een kasteel. Zullen wij... Voor de eerste ronde... Weet je, volgens mij, voor mijn gevoel ben ik nog nooit Duitsland geweest. Maar ik ga Duitsland zijn. Dat is mooi. Kijk. Dit is dus de makkelijkste moeilijkheidsgraad. En dan de Nimbus 2000, dan de 2001 en dan de Firebolt. Ik ga deze één keer doen, want die moet je ook doen om kaarten te halen, zeg maar. Dus dan heb ik deze pas gedaan. Dus we beginnen met de makkelijkste. En op het moment dat we deze dan een keer kampioen zijn geworden, dan kunnen we de volgende ronde met een ander team natuurlijk, kunnen we een moeilijkere moeilijkheidsgraad doen. Voor vandaag's game, mijn co-commentator zal Arnold Vogler. Dus dit is het Duitse stadion, zeg maar. Oh. Dus dit is het home stadion voor deze keer, zeg maar. Ik ben benieuwd hoeveel team special moves we gaan zien. Oeh, er stond een keeper, dat had ik niet gezien. Nice. Vroeger was ik heel vaak Spanje. Omdat die geel zijn en ik hield vroeger van geel. Of ik was Scandinavië, omdat we een heel vet stadion hebben. Of ik was Bulgarije, omdat ik altijd vet vond dat ik hier unlocked had vroeger. In Duitsland vond ik gevoel dat ik echt nog mooi geweest. Net als Amerika, volgens mij ben ik hier twee maanden geweest. Maar ik ken wel natuurlijk alle teamspecials. Volgens mij is het teamspecial move van Duitsland ook maar dat je één keer scoort. Dat ik daarna ook nooit Duitsland was. Dat zou goed kunnen. Dat was een reden dat het is geweest. Je hebt landen die zijn special move die... de rest van maar allemaal twee keer. Alleen sommige maar één keer inderdaad. En Ravenclaw was volgens mij de enige die drie keer scoort met een team special move. Maar ik weet het niet meer zeker hoe het ook is. Dus dat gaan we vanzelf zien. We hebben een Quidditch card. Ik weet niet waarom, maar we hebben hem. Nog een Quidditch card. Nice. Dan vraag je dan af wat we hebben gedaan om dat te mogen verdienen.
Zo, pakken. Lekker. En ik ben... Ik ben vooral heel erg benieuwd naar de Firebolt moeilijkheidsgraad. Die heb ik volgens mij nooit gedaan. Zoals jullie zien is het nog heel erg eenzijdig. Maar dat komt omdat we nu Comet 260 spelen. Dus ja, dat is op zich natuurlijk niet heel raar. En in de makkelijkste moeilijkheidsgraad dat je dan dik wint. Als je hier verliest, dat is bijna hetzelfde als dat je bijvoorbeeld een ghost type move op een normal Pokémon doet. Ik werd gewoon in de armen gespeeld. Kaboomie! Ik zag volgens mij weer een Quidditch card. Combo 4 krijg ik veel snaai voor, zie je? Je hebt ook gewoon soms, maar ik weet niet of het aan de moeilijkheidsgraad ligt of aan geluk of zo, maar dat je soms wedstrijden kan hebben dat je om en om heel veel team special moves hebt. Oké, combo 7. Ik heb hem meteen gehaald. Kijk dan hoe dik, holy shit. Oké, deze ging niet zo heel goed. Kom op, Duitser. Nice. Kijk, deze hadden we nog niet gehad. Lekker. Germany, we have a great game. I would predict there will be many joyful celebrations in Germany tonight. 3 Quidditch card, come on. Nice. Continue wel gewoon. Staan we bovenaan? We staan bovenaan. Volgende wedstrijd is tegen de USA. Uit. Uit in de USA. Moeten we maar eens gaan kijken. Hoe het stadion eruit ziet. Kijk, pompoenie. Als deze online komt, is volgens mij Halloween net geweest. Oh, dat is zend. Lekker! 1-0 tegen de Amerikanen. Oké, komt ie. Kibuum. Maak hem af. Lekker. Kom op, pak hem. Ja. Kut. Slechte paas. Green. Takes it back.
Lekker, combo 5. Hoppatee, wat kijk hoeveel snijden erbij kwam. Good. Oh, ik miste de special move, dat is lullig. Good. Gaat niet heel prima deze wedstrijd. Slordig wedstrijdje, we staan natuurlijk wel gewoon voor, maar wel slordig wedstrijdje. En die willen we niet hebben. Combo 7. Okay, die is slecht. Zeer slecht om precies te zijn. Pak hem af. Ah, weer mis. Verdurie. Zo dichtbij is een tegenstander nog nooit gekomen. Er zitten zoveel verschillende herinneringen bij mij aan deze game. Ik kan me nog herinneren dat iemand, een soort van vriend van mij, er was een keertje, toen gingen we ook deze game spelen op de PlayStation, dat weet ik nog wel. Dat was een 2-player, dat deed ik bijna nooit bij deze game 2-player, maar dat was echt leuk. Die komen er allemaal terug als ik, die herinneringen komen allemaal terug als ik deze game speel, dat is echt leuk. Nou, dat gaat lekker weer. Maten! Dit is de slechtste wedstrijd die ik tot nu toe heb gespeeld. Ja, dat mag, dat mag. Die horen er ook bij. Nou. Oké, let's go. Oh, we starten niet goed. Wat een chase. Lekker Germani!
We hebben weer een wedstrijd gewonnen. Nimbus 2001 en Lock, nice. Nu al, en we hebben Nimbus 2000 en Nieuwe Kaskade nog niet eens gedaan. Pa 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 pa. Goed, dat was wedstrijd nummer 2. Nu gaan we thuis naar Australië. Lekker. Interessante logo's ook allemaal, hebben ze gewoon even bedacht. Oh, laten we deze gare logo's maar proberen. Kut, zo verzond. Hello! Boom! Combo 5, dit is goed voor de snaar. Kut. Hot, vlot zien. Dit is een betere wedstrijd dan die tegen Amerika. Dit was een hele goede kunnen zijn. Dit niet. Oh, dit gaat niet goed, jongens. Hij kan gewoon helemaal doorvliegen. Oh, nee. Combo 7. Nice. She's obviously very strong. Okay. Oh, dit was een mooie. Holy shit, dit was heel ziek.
Lekker. Je hebt nog een derde, maar waarom hebben we de derde nog niet gezien? Kijk, hier slecht. Ik voelde het al aan de water. Nice, oké. Hand tegen, boys. Lekker. Oké, daar gaan we. Dit was een goede wedstrijd. We hebben het goed gedaan. Hoppatee, lekker. We hebben een bonnie. I would predict there will be many joyful celebrations in Germany tonight. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering gaan we weer zo'n hele mooie wedstrijd spelen. De volgende aflevering spelen we namelijk uit tegen Frankrijk. Tot de volgende keer. Adios, amigos.